twee mannen met een missie en een voorliefde voor de vaderlandse geschiedenis. Jort Kelder en ik, Pieter Jan Hagens. We stappen in de geschiedenis van Nederlands grootste zee- en veldslagen. Lekker man. We zijn daar waar het is gebeurd. De slag bij Nieuwpoort. Waterloo. De meidagen van 1940. Dat is toch wel spannend. De Zilvervloot. De slag bij Chatham. En de Tweede Wereldoorlog op zee. Maar het was alles of niet. Torpedo's eruit, terug. We gaan op zoek naar onbekende kanten van bekende historische verhalen. En we proberen met experimenten te beleven hoe het werkelijk was. Samen trekken wij ten strijde. De slag bij Waterloo. Een van de laatste klassieke veldslagen in Europa. Grote legers, enorme aantallen soldaten. Rijk uitgedost, wapens, paarden, proviant. Maar naast helden als de beroemde Wellington en de jonge prins Willem van Oranje speelt ons eigen generaal Chassé een belangrijke rol in die slag. En bijna niemand die het weet. Maar dat gaan we veranderen. Het gat in de geschiedenisboeken wordt eindelijk gedicht. 18 juni 1815. Het gebied hieromheen, wat wij hier zien, is doordrenkt van het bloed van mannen. Als de rookwolken zijn opgetrokken, Napoleon verslagen is en duizenden dode soldaten zijn afgevoerd, wordt de balans opgemaakt. Wie zijn de verliezers? Wie de winnaars? En zelfs daar is men het niet over eens. De Nederlanders richten de Leeuwenheuvel op, midden in het slagveld. Een pompeus monument ter ere van hun held van Waterloo. En dit monument is opgericht, cadeautje van Willem I, voor de held van Waterloo. De prins van Oranje. De prins van Oranje. Dat is de zoon ook van Willem I. Dus Willem I heeft dit voor zijn zoon hier neergezet. Zijn oudste zoon. Ja, later dan weer om te laten zien, het trotse koninkrijk is hier eigenlijk begonnen. Wij bouwen een dynastie. Want wij hebben Waterloo gewoon echt de laatste oorlog die wij gewonnen hebben. Ja. Wie dat niet vond, dat was de Engelse bevelhebber, Wellington. Die zei, wat hebben ze hier neergezet? Ze hebben mijn slagveld vernield met die heuvel. Want hij vond dat hij, de Engelsen, die slag bij Waterloo gewonnen hebben. Die Engelsen die hebben dat helemaal een beetje naar zich toe getrokken. Ja, want de geschiedschrijving wil altijd, de Engelsen hebben Napoleon verslagen bij Waterloo. Daardoor Waterloo Station, alles is daar Waterloo. En wij doen niet mee, wij hebben een soort bijrol. Maar er zijn toch beslissende momenten geweest dat die Nederlanders nodig waren. Ja. Jij zegt dat de Nederlanders hier de doorslag hebben gegeven. Ja. Chassé, hè, is het sleutelwoord. Chassé. Generaal Chassé. Generaal Chassé. Het is één groot schaakspel, maar dan met menselijke pionnen. Het is de ultieme poging van Britten, Pruisen en Nederlanders om Napoleon definitief van het politieke toneel te stoten. In maar 3 dagen wordt hier de toekomst van Europa bepaald. Pieter Jan, we gaan naar 1815, het jaar dat de slag bij Waterloo zal plaatsvinden en er wordt besloten over de toekomst van Europa. Napoleon, hij komt bovendrijven na de Franse Revolutie. Onder zijn leiding wordt eigenlijk heel Europa wordt Frans, ook ons grondgebied. En pas in 1814 wordt hij verslagen door een coalitie van Rusland, Pruisen, Oostenrijkers, Zweden. Hij wordt verbannen naar Elba. Daar ontsnapt hij weer en bouwt een nieuw leger op. Keert terug naar Frankrijk. De Europese kaart ziet er dan intussen iets anders uit. Want wat is er gebeurd? Het congres van Wenen besluit tot het creëren van een bufferstaat. De Nederlanders, Nederland plus België bij elkaar. Mm-hmm. Om die Fransen af te stoppen. Daar komen dus ook de troepen samen om Napoleon te stoppen. Vanuit Engeland, mm-hmm. vanuit Duitsland, Pruisen kan je zeggen. En natuurlijk de Nederlanders. En intussen, de tsaar is onderweg met 200.000 man tegen Napoleon en de Oostenrijkse keizer. Iedereen tegen Napoleon, maar die laat zich niet intimideren. En die gaat met een leger van meer dan 120.000 man de zuidelijke Nederlanden binnen. Hij wil de Pruisen om te beginnen verslaan. Die hebben 84.000 man. En die slag die vindt plaats bij het plaatsje Ligny. En wordt gewonnen door Napoleon. Dan een probleem. Die Pruisen, dat leger is nog vrijwel intact en die zoeken aansluiting bij de Engelsen. Laten we eens even kijken naar de hoofdrolspelers. Om te beginnen Arthur Wellesley.
beter bekend als de hertog van Wellington. Die titel krijgt hij van de koning nadat hij in Portugal en Spanje de Fransen hardhandig verslagen heeft in 1814. Nu gaat hij naar Waterloo en dan zie je dat hij zich eigenlijk onderscheidt omdat hij een zeer voorzichtige militair is. Hij is zuinig op zijn troep en wint daardoor vaak van een overmacht. Prins Willem hebben we natuurlijk op dat moment nog maar 22 jaar oud. Het is de latere koning Willem II. En hij is echt opgeleid voor het slagveld. Hij wil dolgraag vechten. En dan zijn generaal Hendrik Chassé. Eigenlijk weinig in beeld gekomen, maar dat is een echte geboren militair. Al op zijn 10e ging hij het leger in. Hij heeft 20 jaar voor de Fransen gediend aan de Napoleontische kant. Ja. Wat op zich best curieus is. En dat is ook meteen de reden dat hij altijd een slechte relatie met de opperbevelhebber, met Wellington, heeft gehad. Want die wantrouwde hem. Maar hij blijkt een buitengewoon belangrijke rol te spelen. En je zou hem bijna vergeten. Napoleon, onze man. De absolute hoofdrolspeler natuurlijk. Dwingt nog steeds respect af. De grootste militair uit de Franse geschiedenis. Je kan zeggen, misschien wat overmoedig, misschien wat agressief. Maar hij dwong heel Europa op de knieën. Terug naar het verhaal. Die eerste slag, je weet het nog, tegen de Pruisen. Die was voor Napoleon. Maar nu het vervolg. Dat speelt zich af bij Quatre Bras. Op de weg naar Brussel worden de legers van Napoleon op het kruispunt van Quatre Bras, net onder Waterloo, tot staan gedwongen door de mannen van de jonge prins Willem. Van de heroïsche slag die hier op 16 juni 1815 geleverd wordt, is op het kruispunt zelf helemaal niets meer terug te vinden. Quatre Bras, Jort. Schitterend kruispunt. Kijk nou eens even hoe stijl vol. Allemachtig. Lelijk. Man. Kan toch niet? Het is echt, Dit is dé plek, twee dagen voor Waterloo, waar de Europese geschiedenis bepaald wordt. Brussel daar. Ja. Charleroi daar. En dan hebben we nog Namen en Nijvel. Dat zijn de armen, hè? Noord, Zuid, Oost, West. Ja. Als Napoleon hier was doorgebroken, dan hadden wij Frans gesproken. Dan was hij die kant op gelopen, Brussel. Naar Brussel. Ja. Maar zo gaan wij dus met Europese geschiedenis om. Dit is het dan. Een bouwval, een benzinestation, een 13e categorie restaurant, een kartbaan. Het is helemaal niks, nee. Wij Nederlanders hebben hier natuurlijk wel een rol gespeeld. Ja, want daar was een feestje gaande in Brussel. Bij de, bij de hertogin van Richmond, de Duke of Richmond. En ineens rukte Napoleon op de... Oeh, dat gaat mis, want hij had de Pruisen eerst verslagen, weet je niet. Daar kwam hij vandaan. En hij stond daar opeens, hier. Hij was er opeens. Hij was sneller dan ze dachten. Napoleon had altijd snelle legers. Hij kon heel snel bewegen. Dus die prins die komt eigenlijk als een dief in de nacht aanzetten. Ja. Dus die verlaat het feest overhaast, vergeet zijn sabel. In een koetsje komt hij aan. Heel snel hier naartoe. Om hier vervolgens slag te leveren met Napoleon, met zijn mannen. Ja. De mannen van Napoleon staan op dit kruispunt van Quatre Bras onder leiding van maarschalk Ney. Hij geeft leiding aan een grote groep cavaleristen, mannen te paard. Door en masse op de soldaten af te stuiven, de zogenaamde paardencharge, zorg je voor angst en chaos bij de vijand. Die kan alleen maar reageren door zich op te stellen in een carré. Maar dat vergroot de overlevingskansen maar weinig. Zo, Pieter Jan. De charges bij de Napoleontische oorlogen, Waterloo, hebben eigenlijk niet een bord nodig. Voor mij is het heel simpel. De Nederlanders of de Engelse geallieerden stonden in een karreetje met de spies. En daar kwam de vijand te paard. En wat doe je dan? Wegrennen, je broek plassen of je bajonet gebruiken? Ik denk met de staart tussen de benen blijven staan. Ja. Denk je niet? We gaan het proberen. Jan, wij staan op het slagveld, het is Waterloo. Ja. Wij zijn geallieerden. En daar komt de garde van Ney, maarschalk Ney. 10.000 man. Want wij zijn met z'n tweeën eigenlijk dus zo'n carré. Wij doen eigenlijk een carréetje. Dus wij hebben nu een bajonet. En we staan dus in een carré. Dus wij maken een frontje tegen die paarden. Paarden zijn bang van ons. Ja, denken we nu nog. Mits wij ons front gesloten houden. Precies. Want als wij bang zijn en een openingetje laten vallen, dan rennen ze dwars door ons heen. En dan zijn we verloren. Niet weglopen op het laatste moment, hè? Dat ik hier in mijn eentje sta. Ik sta hier met mijn spiesje, jij met je bajonet, te wachten tot we overreden worden. Ik geloof dat ik de trompetten al hoor van de keizerlijke garde. Nog een klein stukje dichter.
Nee, geen geitjes nou. Ja. Ja, dat win je dus niet, nee. Als dat over je heen gaat in plaats van langs je heen. Schemer. Aan het begin van de dag zijn de Fransen ruim in de meerderheid. Prins Willem houdt zich kranig en verdedigt het kruispunt bij Quatre Bras met verve. Willem race de hele dag op zijn trouwe paard Wexy heen en weer tussen zijn manschappen. En hij zweept ze op om de vijand te weerstaan. Er is hier ongenadig geknokt. Ja, absoluut. Ja. Op een gegeven moment kwam er dus een cavalerieaanval van de Fransen. Dat is een heel indrukwekkend geheel natuurlijk, waarbij die Nederlandse infanteristen met name overweldigd werden, ja, gevangen genomen werden, gedood, gewond. Hoeveel doden vielen hier? Volgens mij één op de vijf mannen die hier aan het vechten waren, zowel aan Frans als aan Nederlandse zijde, is gedood of gewond geraakt. Dat gooiden ze door elkaar eigenlijk. Maar dat zijn dus 9000 doden. 9000 man. Ja, alleen hier op dit kruispunt, ja. De slag bij Quatre Bras kent een verrassend einde. Prins Willem houdt dapper stand. En zodra Wellington zich erbij voegt, zijn de troepen van Napoleon ineens in de minderheid. En slaat de balans door naar de geallieerde kant. Wellington eist het kruispunt op. Maar hij trekt zich direct weer terug. Onbegrijpelijk, toch? Het blijkt een strategische zet. Terugtrekken en hergroeperen om daarna sterker en met meer manschappen een nieuwe aanval te kunnen inzetten. Wellington heeft deze slag gewonnen. Maar wie de slag wint, wint nog niet de oorlog. Er wordt door Wellington geen woord vuil gemaakt aan de moedige actie van prins Willem en zijn mannen. En daarom doen de Nederlanders dat uiteindelijk zelf maar. In 1990 wordt er een monument opgericht bij Quatre Bras ter ere van de Hollandse strijders. Het is dus de troepenmacht van Napoleon, dat is de rechtopstaande deel. Daar wordt een wig ingedreven door de infanteristen, de cavaleristen hier van de Prins van Oranje. Ja. Hier op Quatre Bras. En dat puntje is er dan afgehakt, dus uiteindelijk is Napoleon onschadelijk gemaakt. De symbolie. Dat is Waterloo, dat is een kilometer of 10 verderop. Ja, ja. Ja, ik vind het in ieder geval. Het is een indrukwekkender monument dan wat er aan de overkant voor de Engelsen staat. Maar, ik wil er geen wedstrijd van maken, maar dat is echt. Lomp, hè? Dat is echt een boom. Ik vind het idee dat zoveel mannen hier werkelijk in zo'n verschrikkelijke strijd, hè, en dat er hier dat bloed allemaal gevloeid heeft, en dat die roekeloosheid van die bevelhebbers, ik vind dat naar. Zoals op ieder slagveld wordt ook hier geëxperimenteerd met nieuwe wapens. Tijdens de aftocht van het kruispunt van Quatre Bras zet Wellington een raket in. Een betrekkelijk nieuw en afschrikwekkend wapen. Al is niet meteen duidelijk voor wie dat wapen afschrikwekkend is. Pieter Jan. Jort. De eerste raket in de moderne tijd die in gebruik kwam. Kijk, de Engelsen hadden in Zuid-India tijdens hun oorlogen ontdekt dat zij al werkten met buskruid en met een soort raketjes. Het was een meneer William Congreve. En zei, daar maken we een echte raket van. Ja. Heeft hij gedaan? Deed hij het goed? Nou, dat kan je niet echt zeggen. Kijk, wat ze deden eigenlijk op het slagveld, gebruikt vooral in Quatre Bras. En later, op Waterloo, een dagje later. Mm-hmm. Is raketjes schieten om de vijand een beetje in verwarring te brengen. Ja, vuurballen, lucht in te schieten. Kijk, een normale raket gaat ballistisch, dus die gaat meteen zo hup, die maakt een mooie lijn omhoog. Maar wat deed nou de Congreve raket? Die had toch een wat onvoorspelbare emotionele wendingen. Dus hij ging helemaal de andere kant op. Of hij raakte zelfs de eigen troepen. Dat was ook geen enkel probleem. Dus de Congreve raket was een absolute innovatie. Of het helemaal een goede innovatie was, dat weten wij niet. Wat één officier zei, een cavalerist Mercer, onze mannen bleven raketten lanceren en geen ervan volgde de baan van de vorige. Geen. Sommigen
namen halverwege hun klimmen verticale baan, terwijl andere notabene omdraaiden. En een ervan volgde me als een voetzoeker tot die explodeerde en veroorzaakte groter gevaar voor mij dan al het geschut van de vijand gedurende de rest van de dag had gedaan. Ja, nee, het was natuurlijk een waardeloos ding. Maar aan de andere kant zetten ze dat wel aan in de 19e eeuw om door te gaan met de ontwikkeling van de raket. Ja, ja, ja. Goed, dit is dus de oervorm van de raket en die gaan we nu even echt afsteken, zeg maar. Nou, de oervorm, het wordt serious shit, hoor. Het is de helft van de normale grootte. Hij was dus ongeveer zo groot. Mm. En dit middengedeelte is dan gevuld met buskruit. Hier is een ronde punt. Normaal, vroeger had hij een scherpe punt, was gevuld met explosief. En stukjes metaal ook. Ja, in feite al Assad avant la lettre. Dat maakte al om de troepen te beschadigen. Maar je ziet wel dat de lanceerinstallatie Is niet helemaal nog. Dat je zegt van, nou, hier kun je op een paar graden nauwkeurig kun je richten. Dat, nou, dat hoor je niet. Het was niet de bedoeling om iemand te raken. Het was verwarringsdichten. Precies. En we hebben een schutter bereid gevonden in Napoleontische dracht. Ja, en deze dame die vertrouwt ons niet zo erg met vuur. Heeft ze wel een punt. Dus wij gaan dat doen. Oké, prepare for action. Load and fire. Congreve, hij kan alle kanten op. Nou, dan gaat helemaal niks gebeuren. Wacht even. Jawel, ja. Boom! Ik heb maar een lunta. Oh, oké. Neem de neerste. Weg, dan weg. Dit is heel Napoleontisch, hoor, dit. Ja, dus zo ging het. Het hoort ook mis te gaan. Oké, die kan weg. Ja, pas maar op. Ja, daar gaan we. Fire! Ja, goed. Bam! Ik zie grote verwarring bij de vijand. Ja, die trekken meteen terug. Ja, zie je dat? Zie je die laffe Fransen dat ze meteen terugtrekken? Ze weg, ja. Want wat ze deden, Quatre Bras, dat was tijdens het terugtrekken om eigenlijk gedekt te worden. Zoals je nu vuur zou geven, mortiervuur, kunnen de troepen. En daar schoten al die raketjes. Ja, ik vind het wel een mooi pijltje, hoor. Nee, maar als je er dus honderden op je afkrijgt, terwijl jij te paard zit, wat kan je? Je paard is daar ook niet blij mee. Dan krijg je toch de slappe lach, of niet? Ja, maar er zitten toch ook nog gewoon. Er zitten toch ook mensen nog te vuren met, nee, met dat hun. Is waar. Dat is helemaal niet zo leuk. Nee, dat is. Jij snapt niks van oorlog, hè? Ik heb dit. Hoeveel afleveringen zijn we nou bezig? Ik snap er nog steeds niks van. Het gaat om. Het is een terrorwapen. Het is, het is om de vijand in verwarring te brengen. Ja. En ze kenden het niet, dit. Nee. Dus het was wel een nieuw soort wapen. Ja. Maar ja, de meeste raketten keren dus om en dan raakten de troepen. Ze hadden er 500 of zoiets, of 800 hadden ze bij zich. En ze hebben er 80 gebruikt, geloof ik. Dus nou, die Wellington, de opperbevelhebber, die was er niet helemaal kapot van. Nou, is ook niet, je kan niet zeggen, deze technologie heeft de doorbraak betekend. Na de slag bij Quatre Bras trekken beide kampen zich terug om zich voor te bereiden op de volgende, mogelijk beslissende aanval. En dat gaat er bij de officieren iets anders aan toe dan bij het voetvolk. Wellington vond dat de Leeuwenheuvel zijn slagveld vernielde. Tegenwoordig is Waterloo een eerste klas toeristische trekpleister. Met een museum, busladingen, dagjesmensen en restaurants. Een tent met Chesterfield stoelen voor een spelletje schaak valt op deze plek nauwelijks uit de toon. En geschaakt werd er in juni 1815 ook al. Maar dan met menselijke pionnen. Zo, korporaal Hagens. Een glaasje voor de officieren, want het leven van de manschappen was toch iets minder comfortabel dan voor ons soort mensen. Mm-hmm. Schat ik zo. Dat denk ik ook wel, ja. Ja? Ze zorgden goed voor zichzelf. De officieren, zoals jij. Ja, die wel. Ja. Maar ze gingen ook voorop in de strijd, te paard. Je kan niet zeggen dat ze ergens in een bunker achteraf zaten en niks deden. En af en toe keken ze ook niet op een mannetje meer of minder, hè, om te offeren. De overwinning. Proost. Kijk. Hier hebben we bijvoorbeeld het schaakspel van Waterloo. Want we kunnen die oorlog van Waterloo, die slag, kunnen we eigenlijk zien als schaken. De opperbevelhebbers schaakten tegen elkaar. Precies. En ze offerden af en toe een stuk of een paar stukken. En één stuk is dan 1000 man. Ja. Ach ja. Wel 10.000 misschien. En deze man was natuurlijk de speel in het spel, hè?
Napoleon. Onze Bonaparte. En zijn grote tegenstander, Arthur Wellesley. Ja. Beter bekend als de Duke of Wellington, de hertog. Ja. Hé, Napoleon is even groot. Voordat we verder kunnen met de slag bij Waterloo, is het goed om een einde te maken aan een van de hardnekkigste mythes over de Franse keizer. Zijn enigszins scharrige standbeeld staat aan de andere kant van de Leeuwenheuvel, op het terras van een van de restaurants. Daar staat hij dan, de keizer, de grote held. Het is een kleine, hè? Ontzettende knullige setting eigenlijk. Hè. Daar het grote aandenken voor Willem de Held, hè, de oranje. En hier de grote keizer. De afgebladderde keizer. Als dwerg. Notabene, ja. Terwijl hij dat dus niet was, hè. Hij was helemaal niet zo klein. Maar hij is het archetypische kleine agressieve baasje. Ja, maar dat klopt dus niet, want ze hebben de Franse maten hebben ze verkeerd omgezet naar de Engelse maten, waardoor die 1,57 meter zou zijn. Dat is niet waar. Ja, dat is hij niet was 1,70 meter en ja. Dat was een normale lengte voor een Franse man in die tijd. Dus voor eens en voor altijd Napoleon, het kleine mannetje, is niet waar. Is niet waar. Is een frame van de Engelsen. Dat vonden ze leuk. Goed, hè, van die Engelsen. Ja, ja, ja. Want daar zetten ze hem toch neer als een klein agressief baasje. Precies. En hij heeft gewerkt, want dat weten we nog steeds. Als iemand een klein mannetje vindt, dan zeg je, hij heeft een Napoleon-syndroom. Ja, ja, ja. Nou, van ze. En daar sta je dan, als afgebladderde keizer. Ja, dat doen ze hem geen recht, hoor. Nee, dat vind ik ook. Dit is echt gewoon treurig. Het lijkt wel piepschuim, man, dat beeld. Hè? Ja, of duivenstront. Wat is het eigenlijk? Het is niet best, in elk geval. Het is de avond van 17 juni 1815. De echte keizer broedt intussen op een nieuwe zet. Oorlog voeren is als schaken. Exact. En dan zit ik dus aan de kant, dit zijn de Fransen. Ik kan niet beloven dat je gaat winnen. Dit is Napoleon. En Napoleon stond er natuurlijk om bekend dat hij graag aanviel. Ja. Wat is jouw zet? Ik denk niks minder dan briljant. Want wat doet Napoleon? Die valt graag aan. Die is soms roekeloos. En dan gooit je er weer een peloton infanteristen tegen. Dan tikken we even 10.000 Fransen weg. Ja, zo gaat dat. Nou, 10.000 maar even naar het hospitaal, jongens. Een stuk of 1.000, denk ik. Tegen alle regels in. Ik ben Napoleon. Ik ga op jouw linkerflank ga ik tikken. Oké, ja. De nacht valt. De troepenbewegingen komen tot stilstand. Zware onweersbuien barsten los en er zijn niet genoeg tenten voor de manschap. Het gaat wel tekeer buiten. Jongen, jongen, jongen. Kijk, ik daag je even uit. Verstandig. Ik ga, ik ga mijn koning verdedigen. Ja, precies. Dacht je daarvan? Ik sta voor mijn koning. En het heeft de hele nacht gehoost. En 's ochtends is het zompig. Dat wil je niet weten. Iedereen stikchagrijnig natuurlijk. Die soldaten die hadden allemaal niet genoeg tenten. Mm-hmm. Dus die moesten buiten slapen. Morgenavond. Ik dacht dat je zonnebrand voor me bij had. Nou, wij hebben het goed, maar het was een drama natuurlijk toen, hè. Die kanonnen... Die zakte weg in die modder. En met name voor Napoleon was dat een groot probleem. Maar toch zag hij het zitten, want hij omschreef de slag die komen ging als een ontbijtje. Ja, nou, een picnic. Een déjeuner. L'affaire d'un déjeuner, zei alsof je even een ontbijtje pakt, hè? Ja. Ja. Hij had quatre bras had hij dan misschien verloren, maar daarvoor had hij natuurlijk de Pruisen verslagen. Precies. Hij was in de meerderheid met zijn kanonnen. Mm-hmm. Beetje modder. Okay. Nou ja, wacht even. Maar die modder was dus wel echt een probleem voor die kanonnen van Napoleon. Want die zakte daar dus in weg. Mm-hmm. Maar dat hadden de Engelsen toch ook? Zeker. Maar Napoleon had meer kanonnen. Ja. Dus die vertrouwde daar meer op. Maar meer afhankelijk van de artillerie. Ja, precies. Dus dat was een probleem. Echt een serieus probleem, hoor, voor Napoleon. Maar de man, dat is ook gewoon... Hij valt aan, hij gaat maar door, hij is een beetje overmoedig... Ja, onverbeterlijke optimist, kennelijk. En Wellington natuurlijk ook, was ook optimistisch. Had die hele nacht doorgebracht met zijn beroemde maîtresse. Daar was daarin trouwens niet de enige. Ze had een woeste nacht gehad. Het kwam allemaal laat op gang door die regen. Ja. Dus uiteindelijk, pas in het middaguur, begint er wat in beweging te komen. Maar wie was het slordigst met zijn soldaten? Napoleon. Pionnetje meer of minder. Ja.
roekeloze stratege eigenlijk, hè? Mm-hmm. Ja, aanvallen maar. En Wellington, want die stond heel ver van de troepen. Sober, zuinig. Ja. Werd wel gezien als een groot stratege. Ja. Heel erg op defensie gericht. En dan hebben we die veel kleine drukkenmaker, de prins. Ja, die heeft zich naar het schijnt wel heel kranig van zijn taak gekweten, ja, toen daar bij Quatre Bras. Dat heeft hij wel. He, want hij reed dus steeds op dat paard Wexie. He, dat was zijn beroemde paard. Later is het opgezet. Daar reed hij dus steeds langs de gelederen. Te kijken waar de gaten gevallen waren. Om te zorgen dat het gedicht werd en zo. Piet-Jan, laten we eens even kijken wat er gebeurt na Quatre Bras. Ja. Dan gaan we naar Waterloo. Waarom is dat Waterloo belangrijk? Dat is de weg naar Brussel. En kost wat kost moet voorkomen worden dat Napoleon die belangrijke stad bereikt. Ja, want hier bij Waterloo komen die legers samen. De geallieerden, Wellington, leger van Napoleon. Dit 75.000 man, Wellington iets minder. Maar ja, kijk, de Pruisen die zijn nog onderweg, hè? Precies, en je kan meteen zien hoe Wellington knokt. Die heeft een strategie. Die stelt zich achter Mont Saint-Jean op, net achter de heuvel, zodat de Fransen slecht zicht op hem hebben. Daarnaast beschikt hij over een niet te onderschatten voordeel twee versterkte boerderijen, La Haye Sainte en Hougomont. Daar zal de hele dag heel hard gevochten gaan worden. Een gigantisch slagveld. Het is 5 kilometer lang, 2,5 kilometer breed. En alleen al die linie van de geallieerden is 3 kilometer. Tussen de twee legers vindt zich een dalletje. En omdat het de hele nacht keihard geregend heeft, is het daar een drassige bende. Ja, precies. Dus even kijken naar de positie van de Oranjes, van onze landgenoten. Mm-hmm. De prins, Willem, die zit centraal in de posities van de geallieerden. En dan aan zijn rechterhand zie je Chassé, de fighting general. Die staat op rechts, want Wellington verwacht dat er misschien een aanval vanuit het westen van Napoleon komt. En dan is de taak van Chassé met zijn 2 brigades, 6.500 man bij elkaar, om Napoleon af te stoppen. De slag bij Waterloo is een van de laatste klassieke veldslagen in Europa. Grote legers, enorme aantallen soldaten, paarden en wapens. Als infanterist ben je, samen met duizenden anderen, een simpele pion in het grotere geheel. Het betekent dat je voortdurend bezig bent met overleven. Je kunt onder de voet gelopen worden tijdens een paardencharge, geraakt worden door bajonetten of zwaarden. Kanonskogels die laag over het slagveld worden afgevuurd, kegelen als een soort ijzeren volleybal tientallen soldaten tegelijk omver. En te midden van al dat geweld kun je je slechts staande houden door zo snel mogelijk je musket of pistool te laden. En ook dat is verre van eenvoudig. Je moet hem dus spannen. Hup, helemaal door naar achteren. En dan moet je hier een beetje kruid in gooien. Volautomatisch wapen. Zwart kruid. De kogels vliegen ons om de oren, hè, ondertussen. Hop. Oh, nu. Is misschien een beetje veel. Even kijken. En zat hier een vuursteentje tussen? Intussen is er al een charge gaande van de keizerlijke garde. Nou, dat bedoel ik. Jongens, wacht even. We zijn bezig. Hoi. En dan steek je hem aan. Nou, zoiets dus. Ja. Ik vind dit toch ook wel... Ja, dat bajonetje. Ja, wel schattig, hoor. Want ze hadden wel stijl in die tijd. Het kostte veel tijd. Daarom hadden ze dus allemaal opstellingen waarbij er meerdere tegelijk konden laden en schieten. Ja. Dus je had heel veel geweren nodig voordat je een beetje effectiviteit had. Om begrijpelijke redenen mag er tijdens de zogenaamde re-enactors weekends alleen met losse flodders worden geschoten. Voor de toeschouwers is dat misschien voldoende voor een mooi spektakel, maar wij nemen er geen genoegen mee. Hoe is het om met een authentiek musket met scherp en met echte ronde kogels te schieten? We wijken uit naar een geheime locatie. Een schietbaan, ergens in Noord-Holland. We zijn op de schietbaan. Pieter-Jan, ja. We gaan het hebben over de onbetrouwbaarheid van het musket. Hoe kan dat ding zo onbetrouwbaar zijn? Die heeft te maken met de loop van zo'n musket. Dat is geen getrokken loop, hè, waardoor de kogel een soort spin krijgt. Zoals later het geval was. En die kogeltjes die zijn rond, dus die dwarrelen alle kanten op eigenlijk. Mm-hmm. Pieter-Jan, wat voor magische formule heb je op het bord geschreven? Nou, kijk, dit is een musketkogel. Een dodelijke musketkogel, zoals je ziet. In minder dan 0,5% van de gevallen was een musketkogel dodelijk effectief. Die dingen, die gingen heel vaak mis. Ja, nou ja, oké, ze schoten er ook heel veel.
De hele compagnieën die stonden te knallen. Ja. En te herladen. En ja, op een gegeven moment had je wel iemand natuurlijk. Een volley, hè, noemden ze dat. Ja. Allemaal tegelijk schieten. Herladen. Gauw. Wij mogen het doen, hè. Dat is bijzonder. In Nederland een geweer afschieten, een ramp. Ja, zeker als het een antiek geweer is. Maar hier gaan we kijken hoe onnauwkeurig die dingen zijn. Leuk. Echte doelen. Het ziet er aantrekkelijk uit. Ja, Waterloo 1815, kijk. Dit is wat de Franse soldaten van Napoleon in handen hadden, Jort. Ja. Fusil Charleville 1777. Voor de Franse revolutie nog. Ja. Is dat wel modern genoeg voor mij? Ja? Zeker, zeker. Kan wat? Ja, klassieke man, toch? Prachtig, hoor. Mooi, onbetrouwbaar zoals een musket onbetrouwbaar behoort te zijn. Want, rond kogeltje erin, geen getrokken loop. En jij gaat proberen die achterste man te raken daar? Ja, 45 meter hier vandaan. En ik gok dat het niet lukt. Maar ik weet het niet zeker. Oh, ja, ik gok dat het niet lukt. Maar je hebt soms een beetje aansporing nodig. Ja. Het brilletje erbij op, zoals dat in Napoleons tijd natuurlijk ook deden. Tuurlijk, tuurlijk. Kutjan, daar gaan we. Ik ga achter je staan, goed? Ja. Voorzichtig gaan, ik hè? Ik neem niet soldaat nummer 1, ook niet soldaat nummer 2. Ik neem de verste. De achterste? Op een meter of 45. Schouderen, richten. Zo. Ik hoorde wel iets. Volgens mij heb je de verkeerde geraakt. Ik geloof niet dat we de oorlog al gewonnen hebben, maar... Nou, niks ervan. Niks ervan. Hij is puntgaaf, man. Oh. Je hebt hem niet geraakt. Teleurstellend, mogen we zeggen. Soldaat Hagens. Fusilier. Aanleggen, schouderen. En? Ik ga de middelste man raken, ja? Nee, de middelste? Ja. De verste moet je. Oh, de verste, oké. Dat is de competitie, de verste. De verste. Oké. Schouder. Vuur. Ja, die pop deed wel even auw, deed hij. Tuurlijk. Wat dacht je dan? Zullen we het even van dichtbij bekijken? Joh. Joh. Hartstikke mis. Maar ik zag hem bewegen. Maar dat kwam dus door de druk. Jawel, wacht nou eens even. Kijk eens hier. Oh ja, zit hier een heel groot gat. Kijk nou, die jongen is nu mank. Hé, er zit hier een heel groot gat. Ja, dat is... Bespaar me de details, wil je? Ik heb spijt. Het is echt sneu. Ja, sneu. Ja, maar dit is wel dodelijk. Ja. Dit is een dodelijke kogel. Maar goed. Was dat mijn kogel niet, dat we ons net overeen hebben gekeken? Dat je zo wanhopig bent, dat je dit gaat verzinnen. Dat is toch werkelijk. Kijk, Jort, het kan natuurlijk aan de onzorgvuldigheid van het geweer liggen, maar het kan ook gewoon aan de kunde van de schutter liggen. Dus die zijn eerste kogel in zijn leven afvuurde. Precies, dus het kan, is het misschien goed als jij nu even op de middelste man gaat schieten en dan gaan we kijken wat dat wordt. En als het dan misgaat, ligt het alsnog aan het wapen. Richten. Het is zo ver. Nou, ik wacht nog wel even. Wat is er aan de hand? Okay, ik had een hapering, Pieter-Jan. Dat gebeurt wel eens. Ja, ze zijn niet helemaal betrouwbaar. Oké, aanleggen. Ik weet niet hoor. Het erg is, het voelt als een overwinning als je raakt schiet, hè? Vreselijk, ja. Dat is het erg. Je wil niet iemand doden. Nou, ik doe het ook voor de keizer, voor Napoleon. Ik doe het niet voor mezelf. Vol op zijn navel. Waar? Nee, hier. Oh ja, precies midden. Midden, ja, dat, ja, maar, ja, dit is ja, bajonetachtig erg. Ik vind ja. Het mooi schot, goed. Jort. Nu moeten we nog een bajonetgevecht aangaan. Ik dacht het niet, zeg. Met een pop. Ja. Conclusie van het musket-experiment. Het viel mee. Je kon er toch best wat mee raken, maar inderdaad onbetrouwbaar, want hij deed het een keer niet bij jou. Ja. Dan zou je maar staan tegenover je vijand. Precies. Ja. En de omstandigheden van zo'n echte slag die zijn natuurlijk heel anders dan dat wij hier rustig alles staan uit te proberen en te richten en zo. Maar goed, ik ben blij dat we niet met die dingen in zo'n slag in de weer hebben hoeven gaan. Hè? Welke kans je uitschiet, zou je teruglopen? Ik zou teruglopen. Als het kon. Misschien beter. Maar dan krijg je ook een kogel. Zo was het wel. Hmm. Een van de twee versterkte hoeves waar de hele dag zwaar om gevochten wordt, is La Haye Sainte.
De hoeve ligt aan de voet van een kleine heuvel, aan de weg van Charleroi naar Brussel. Wellington wacht Napoleon bij de hoeve op en hij plaatst het merendeel van zijn troepen aan weerszijden van de weg, achter de heuvel, uit het zicht van de Fransen. De mannen hebben slecht geslapen en ze zijn uitgeput. Het wordt een zware slag. 2600 geallieerden hier. Hier, in deze versterkte boerderij. Tegen 12.700 Fransen erbuiten. Ja. En ze hielden het lang, ja, hè? Ze hebben het heel lang gehouden. Ja. Maar dat vind ik altijd curieus bij Waterloo. Dus je hebt dat enorme slagveld, die glooiende velden. En dan heb je twee versterkte boerderijen. En daar is de slag geweest. Je zou zeggen, loop eromheen. Ja, waarom moet je zo nodig? Denk je, ja, nou blijven jullie lekker zitten. Wij gaan die kant op, we gaan naar Brussel. Maar dat doe je dus niet. Nee, je moet dan toch die boerderij pakken. Ja. 2600 soldaten hier. Dat is, moet een ontzettend opeengepakte toestand zijn geweest. Ja. Alles verschanst, poorten dicht. En aan het begin hadden ze nog genoeg munitie, hè? 60 kogels per persoon. Aan het eind 3 kogels per persoon, de man. En dat was eigenlijk wel goed ook, want toen werd de boel in de hens gezet door de Fransen. Dak ging eraf. Dak ging eraf en dan is het eigenlijk misschien maar fijn dat je niet zo heel veel munitie nog hebt. Ja. En toen trok ze zich terug. Rond 6:30 geven de geallieerden de hoeve La Haye Sainte op. Maar Chauvenet zet namens de Fransen een aanval in met brede artillerie. Wellington ontkomt ternauwernood. De chaos op het slagveld is compleet en communicatie is vrijwel onmogelijk. De Pruisen zijn via de noord- en oostkant aangekomen op het slagveld om de troepen van Wellington bij te staan, die op sterven na dood, gewond of uitgeput zijn. Omdat hij door zijn infanteriereserves heen is, zet Napoleon de keizerlijke garde van 5000 man in. Dat is een wanhoopspoging, een teken aan de wand, want dat heeft hij in eerdere veldslagen alleen in uiterste noodzaak gedaan. Met trotse vaandels en muzikaal begeleid door fluiten en trommels gaan de Fransen op weg. In de stellige overtuiging dat de overwinning nabij is. Napoleon dacht, dit is de dolkstoot voor Wellington. Ja, en maar niks, want toen werd Chassé, onze man, die werd erbij geroepen. De held Chassé, want van Oranje lag inmiddels al met een brancard ergens in een boerderij. Precies, gewond schouder. Maar Chassé die stond een end verderop te wachten met zijn mannen. En die is hier naartoe gehaald met 3000 man, als ik me niet vergis. Chassé. Hij wordt wel generaal bajonet genoemd. Aanvallen met dit wapen zijn zijn specialisme. Zijn optreden zal de slag doen kantelen. En hoe zit het nou met die charge van Chassé, Jort? Wat Napoleon doet, die zet zijn keizerlijke garde in. Yeah. Die is vers, die keizerlijke garde. Dus hij lijkt in het voordeel. En dan komt Chassé. Die komt hier naar voren en die weet die keizerlijke garde af te slaan. Ja, doet hij goed. Eigenlijk door te schieten op die paarden en daarna de bajonetten op de geweren te zetten en aan te laten vallen. Dat blijkt succesvol. Je zal dat trouwens in de Engelse geschiedkundige boeken niet lezen. Nee. Maar dat is een zeer beslissend moment. Ja, die actie van die Nederlandse actie die heeft dus eigenlijk ervoor gezorgd dat het momentum in de slag op dat moment voor de geallieerden wordt. Ja. Dus de balans die slaat door naar de geallieerden. En ja, vanaf dat moment is eigenlijk de laatste grote Franse aanval voorbij. Zich als een ware held in de finale van de slag bij Waterloo heeft hij toch echt gezorgd dat het uiteindelijk en belangrijk dat uiteindelijk Napoleon gestopt is. Want jij zegt een ware held, niet een held omdat hij dat vanaf zijn bureaustoel deed, maar ook een held die voorop ging, gerespecteerd werd door zijn manschappen, geen lafaard die een beetje orders liep uit te delen. Dan valt de avond en de slag is over, gewonnen. Dan ligt het hier bezaaid met lijken. 25.000 Franse doden en gewonden. En dus andere... dat moet een gekerm zijn geweest. Ja. Ongelooflijk. Maar Willem trots. En 22.000 aan Engelse, aan de geallieerde kant. Serieuze aantallen. Dat allemaal op een stukje van 2-3 kilometer. Ja, ja. Dit stukje land. Heb je wel eens gehoord van Waterloo-tanden? Ja. Er kwamen dus de mensen hier... Oh, wat is dat geworden? Ja, dat is heel Kijk voor. Nou. De mensen die kwamen hier op het slagveld en die trokken de tanden uit de lijken van de soldaat. En daar werden kunstgebitten van gemaakt. Daar werden kunstgebitten van gemaakt, ja.
En nog jarenlang liepen mensen in heel Europa met kunstgebitten van tanden van Waterloo. Ja. Waterloo teeth. Ja, heel smerig. Napoleon is gevlucht. Is gevlucht. Ze hebben hem opgejaagd tot in Parijs. Ja. Is gearresteerd. Ja. Wilde naar Amerika. Is niet gelukt. En toen hebben ze hem naar Sint Helena gebracht. En daar is hij nooit meer weggekomen. Ja. En vrij jong gestorven. Toch een beetje als een tragische figuur aan zijn einde gekomen met hem. Ja. Maar de grote maarschalk. De grote keizer. Misschien wel de grootste veldheer aller tijden. Want nog steeds wordt hij geëerd door zijn manier van knokken. Hij heeft zijn hand toch wel een paar keer flink overspeld, joh. Nou, ja, oké. Okay. Jij kijkt naar je bent typische Hollander. Ja, klinkend resultaat, daar gaat het om. De prins van Oranje, Willem, is de eerste die de militaire Willemsorde krijgt. Willem trots, want hij zei, ik was het middelpunt. Hij vond zichzelf wel het middelpunt, ja. Ja, en Chassé was natuurlijk ook. Ze heeft de laatste tik gegeven. Precies, die was terecht trots, denk ik. En werd geprezen. Werd geprezen, zeker. Door Napoleon. Nota bene. Door niemand minder dan. Ja, waar ze ook wel van zeggen dat... Hij gunde dat een Nederlander, maar dat had het Wellington niet gegund. Precies. Hè? Ook een beetje om de Engelsen te plagen. Altijd die Franse Engelse rivaliteit. Conclusie van Waterloo. Nou, kijk. Dat beeld staat er dus voor de prins van Oranje, de zoon van Willem I. Zeker. En die heeft zijn mannetje gestaan. Is gewond geraakt in de schouder, noem maar op. Maar ik vind echt dat er wel iets bij mag voor Chassé. Een grote bijrol. Ja, een extra leeuw voor Chassé. Het duwtje van Chassé, ja, precies. Hij heeft toch op een beslissend moment, heel laat in die slag, heeft hij toch... Het duwtje gegeven. Het enige wat wij van Chassé weten, iets in Breda was hij daar burgemeester, landwachter. Weet je wat hij was daar? We hebben het een beetje goed gemaakt. We hebben hem gerehabiliteerd. De laatste grote militair. Moet je niet even salueren? Chassé. Ja, terecht. Respect.